Vrouwen in Suriname gebruiken meerdere koppingsstrategieën om met partnergeweld om te gaan. Echter zijn deze strategieën niet altijd publiekelijk en ook niet altijd effectief, zei Rowena Bihari gisteren tijdens haar inleiding van de lezing Koppingsstrategieën bij vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld. Bihari benadrukt dat vrouwen veelal op hun eigen manier omgaan met partnergeweld. Echter draagt dat niet bij tot het stoppen van het geweld. Als een vrouwelijk slachtoffer gebruik maakt van verzoenen kopingsstrategieën, waarbij ze gaat verzoenen bezig zijn, dat meedoen, meewerken met de man, luisteren naar wat hij zegt, noem maar op, wordt de kans kleiner dat het slachtoffer ook gebruik maakt van die andere kopingsstrategieën. Want als je gaat of meewerken of je gaat terugvechten. Je kan niet beide doen. Toch? Misschien van situatie tot situatie, maar over het algemeen is het nog wel. Hetzelfde ook bij veiligheidsplanning. Je gaat of meewerken of je gaat het andere doen. Dus er is geen onderlinge relatie tussen verzoenend en die andere. Maar er is wel een relatie tussen veiligheidsplanning, weerstand en partner. Dus de kans is groot dat als een slachtoffer veiligheidsplanning doet, die ook weerstand biedt. Bihari haalde verder aan dat vrouwen die economisch afhankelijk zijn vaker minder weerstand bieden bij partnergeweld. Het educatieniveau heeft bij dit fenomeen een samenhang met veiligheidsplanning. Wanneer ben je strategieën bedenkt om het geweld te minimaliseren? Relatiestatus. Relatiestatus was bij een getrouwd, bij concubinaatschap of schaduwrelatie. Ja, we zeggen niet zo officiële relatie. Die speelt een rol bij de keuze van weerstand bieden, veiligheidsplanning, informele coping en juridische formele coping. Dus bij al die copingstrategieën speelt relatiestatus een belangrijke rol. Bihari heeft onlangs met dit thema de graad van Master of Science in Research Methods met als specialisatie Advanced Research Methods verkregen bij IGSR aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Deze lezing is deel van het Stand With Us programma georganiseerd door Projecta en Parea.